Hallo, hoe gaat het met jullie? Ik wou vandaag even delen dat ik vandaag dus voor de eerste keer hier in een spiritueel winkeltje ben geweest in de buurt. Daar ben ik met de fiets naartoe gegaan. Het winkeltje noemt het heksenwinkeltje. Ik was dus eigenlijk op zoek naar een kristal dat ik rond mijn nek kan doen. En ik heb gewoon mijn gevoel. Daar waren zoveel keuze van kristallen die rond een ketting gingen. En ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd. En ik ben bij de groene aventurijn uitgekomen. Dat is dit soort kristal. Ik vond het echt heel mooi. Groen is ook mijn lievelingskleur. Deze kristal sprak mij het meeste aan. Voelde ik mij het meeste aangetrokken door. Dus dan heb ik dit gekozen. En ik heb ook een heel klein draakje. Een draakje. Omdat ik, zoals dat jullie wel weten, ook heel erg met drakenenergie bezig ben. Het is volledig mijn ding. Dus ik dacht van, oh, ik heb nog een draakje aan mijn nek hangen. Dus dan heb ik een mooi kristal. Groene aventurijn noemt het kristal en een draakje. En ik heb ook nog voor een ketting gekozen waar kristalletjes aan hangen. Deze ketting. En dan heb je hier heb je dit blauwe kristal noemt sodaliet. En de donkere noemt hematiet. En hematiet staat bijvoorbeeld heel erg bekend voor de bloedstroom goed te laten stromen. IJzer en zo in het bloed te brengen, zorgen dat het bloed eigenlijk dus helemaal in orde is en gezond wordt gehouden. En groene aventurijn, die zorgt heel erg voor rust, een kalm gevoel. Dat zijn eigenlijk wel eigenschappen die ik wel nodig heb ook. Daarom voelde ik me daar ook wel aangetrokken door. Ik ben nog wel iemand die, ja, zoals dat jullie wel weten, chaotisch kan zijn. Heel nerveus en zenuwachtig kan overkomen. Dus ik ben nog altijd op zoek naar rust in mezelf. Ik ben daar al een tijdje mee bezig. Het gaat ook wel steeds beter en beter. Het gaat langzaam beter. Het is een lang proces. Maar ik ben wel op de goede weg en soms zie ik echt wel vooruitgang. Dat ik merk van, oh, nu voel ik me toch wel wat beter. Ik ben rustiger. En ook naar mijn omgeving toe. Ik krijg vaak te horen van mensen dat ze zeggen van, oh, Natasja, je bent toch wel positief veranderd. Je hebt meer rust in jezelf gevonden. Je komt aangenamer over. Dus dat vind ik al heel erg fijn en goed dat dat resultaat dan toch wel te zien is. En aan de rest ben ik nog aan het werken. Maar het gaat wel steeds beter en beter. En de bedoeling is dus echt die chaos helemaal te overwinnen. En volledig in rust te zijn. Goed geaard. Toch wel veel zelfvertrouwen en zo te hebben uiteindelijk. Dus dat wil ik graag even laten delen aan jullie vandaag. En laten zien wat ik heb gekocht. Het was ook toch wel een lange fietstocht naar het winkeltje. Ik heb een slechte conditie, ik sport niet veel. Dus dat was toch wel even op mijn tanden bijten. Maar het is dan toch goed gelukt. Ik ben toch blij dat ik tot daar heb gefietst. Een beetje beweging, dat kan nooit kwaad. Ik zou echt ook wel meer moeten bewegen. Dus ik ben ook wel op de goede weg op dat vlak. Ik wil een beetje vermageren. Ik wil een betere conditie hebben. Dus het is ook wel belangrijk voor mij natuurlijk dat ik elke dag wel eens iets ga doen. Een wandeling maken, een fietstocht. Dat is toch wel de bedoeling. daar probeer ik nu dus ook nog aan te werken. Dus ik ben aan met heel veel verschillende dingen bezig momenteel. Ik ben ook nog altijd heel erg bezig met mijn planten. Ik ben heel veel aan het lezen nog steeds. Ik ben dus met kristallen nog heel erg veel bezig. Ik ben bezig rust in mezelf te zoeken, de chaos te overwinnen. En dan ben ik ook nog eens mijn conditie en zo aan het werken en een klein beetje afvallen. Dus het is een hele hoop dingen bij elkaar en zo. Maar het gaat wel langzaam de goede kant op. Maar ik doe het allemaal op mijn eigen tempo.
En dan komt dat natuurlijk wel allemaal helemaal goed. Dus ja, ik dacht van ik kom nog eens dag zeggen tegen jullie. Ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat. En ja, ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. En heel erg veel liefs van mij.